Edström heeft zich ver laten afzakken. Is langs de man heen. En wordt getackeld van achteren. Door Van Ozenbrugge. Dat is een gevaarlijke afstand voor Wageningen. Want van die afstand, een meter of 20, kan Willy van der Kuilen verschrikkelijk goed schieten. Er is een muur van 5. Daar komt het schot van der Kuilen. Nou. Een goal, geloof ik. Ja, een goal. Dan is hij door het net heen gegaan. Wat geeft de scheidsrechter? Het leek alsof die bal zat. En de PSV'ers lopen nu naar het doel toe om te laten zien dat er een gat in het net zit. En ze belegeren ook de grensrechter. Maar wat heeft de scheidsrechter geconstateerd? Scheidsrechter Keizer gaat het net inspecteren. Gaat dan opnieuw naar zijn grensrechter toe. En inderdaad, het doelpunt wordt toegekend. En nu is Wageningen weer boos, ja. En nu krijgt Jan Keizer uit Volendam het daar erg moeilijk. Belegerd door Kees Vermeer nu. Maar hij zal voet bij stuk houden. Ramjak komt rechtsom, ja. Dijkers zag dat en dan is het daar voor PSV vrij. Hier is Willy van der Kerkhof met een open hoop voor dit soort situaties. Willy van der Kerkhof, op rechts is iemand. Daar komt Willy van der Kuilen. Hij scoort 2-1, PSV. Willy van der Kuilen op links. Willy van der Kuilen maakt het af wat Willy van der Kerkhof aangaf. Willy van der Kerkhof op links, Willy van der Kuilen op rechts mee. En dan is het 2-1, kort voor rust. 11 minuut tweede helft, ingooit Dick Snijder. Joop van Dalen. Nordqvist. Lupsen. Van Dalen. Lupsen. Appel is van Dalen, maar dat slaat op niks. Daar komt Willy van der Kuilen, hij moet scoren. Ja, 3-1. Achteren bij Feyenoord zat het weer niet goed. Dit is 3-1. Willy van der Kuilen scoort. Toen het bij Joop van Dalen voornamelijk fout ging. Van der Kerkhof. En dan de vrije val van Nordqvist via Rep. Dijkers. Niemand pakt hem. Hij kan doorgaan. Hij kan schieten, maar hij laat het over aan Willy van der Kuilen. Die heeft nog niet veel geschoten. Tussen de benen door gecombineerd daar een 1-2. En weer Willy van der Kuilen. En daar is het schot en het is een goal. Willy van der Kuilen 0-3. Tegen een verdediging van Ajax. U ziet dat in de herhaling. Die helemaal bleef staan. Die zich gemakkelijk liet uitspelen. Die geen weerwerk bood. En zo staat PSV tegen een volstrekt falend Ajax. Zeer beheerste wijze via Willy van der Kuilen op 3-0, 5 minuten voor rust. Kuwaars, René van der Kerkhof. Geen buitenspel van Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof gaat om 10-1. Willy van der Kerkhof, ja! Zijn 28e goal van dit seizoen. Willy van der Kuilen, je zou met die Willys in de war raken. De grensrechter, en dat was in dit geval Aki van Rijn, die hield de vlag angstvallig naar beneden. Hoewel het Mansveld er nou naartoe gaat. Willy van der Kuilen scoort zijn 28e goal en PSV leidt met 2-0 en zit op rozen.
Poortvliet voorin. En verder niemand, want de kracht in de lucht bij PSV voorin is vanmiddag tot dusver gering. Willy van der Kerkhof. Dat is schitterend. Van der Kuilen, poef. 1-0 voor PSV. De basis werd gelegd door Willy van der Kerkhof, die Dick Snyder daar voorbij liep, alsof hij er niet was. Teruglegde op Willy van der Kuilen en die had één van zijn bekende knallen in voorraad hier in eigen huis om de stand op 1-0 te brengen in de 20ste minuut van de wedstrijd. Willy van der Kuilen nu ineens. Dijkers, van der Kuilen, scoort 3-1. Ja, er is niets tegen in te brengen. Hij krijgt de muur weer kapot, Willy van der Kuilen. Dijkers krijgt hem er dan daarna niet in. Maar dan is er toch Willy van der Kuilen zelf om in de 20ste minuut van deze wedstrijd PSV op rozen te brengen. 3-1. Edström. Edström, Willy van der Kuilen, die haalt dan uit met zijn linkervoet of rechts. Wat gaat het worden? Links. Willy van der Kuilen brengt na 7 minuten in de tweede helft de stand op 2-0. Hij mocht er voor alles aan gaan doen. Links draaien, rechts draaien, links. Goed, toen werd het een goal. 2-0 dus voor PSV. Houdt voet bij stuk. Opnieuw. Dijkers. Van Kraai. PSV is massaal vertegenwoordigd in het penaltygebied. Van der Kuilen. Doelpunt. Een schoonheid van een doelpunt. Helemaal passend in de wedstrijd. Omdat het zo spannend is. Een apotheose. De kopbal van Willy van der Kuilen naar een strakke voorzet van Adrie van Kraai. 2-2. Met nog zeker een minuut of 10 te spelen. Van der Kuilen. Ja, doelpunt. Matthijsen ging de kant op waar de bal niet kwam.